De laatste 20 jaar leven we in een informatie-explosie. Alle signalen en alle input van je mail, je mobile, reclame, TikTok, weet ik veel wat, je wordt gek gemaakt. In je hersenen trekken dat niet. In je hoofd speelt dat hele orkest niet. Met al die informatie en al die bliepjes en geluiden. En het signaal dat je lichaam geeft, is het triangel achterin. Dus de truc is om eerst het volume naar beneden te krijgen. En dan vervolgens kan je het signaal horen. En dan moet je leren vertrouwen op het feit dat dat signaal het juiste signaal voor jou is. Je gedachten gaan heel vaak heen en weer tussen dingen die je gedaan hebt en dingen die je nog moet doen. Je bent te veel aan het nadenken. En nadenken is te laat. Leren luisteren naar de signalen van je lichaam en op basis daarvan acteren. Alles in het leven bestaat uit een natuurlijk ritme. En veel mensen proberen met de beste intentie en heel veel energie met vloed de zee terug te duwen in de verwachting dat het dan sneller ebt wordt. Maar het werkt natuurlijk niet. En de zwaardkunst leert mij om in harmonie te leven met dat natuurlijke ritme. En dat het gaat om dat hier en nu. En goed voelen, dat zit niet in die informatie-explosie. Maar dat zit aan de binnenkant